Voor de aflevering van vandaag zijn we op een erg speciale locatie. We zijn namelijk in een voetbalstadion, Stadion De Schalk, in Willebroek. En dat was vroeger een zeer groot stadion, maar nu is het niets meer. Het veld ziet eruit als een verwilderde wei en de boompjes staan zelf op de tribunes, dus we kunnen wel zeggen dat die club al lang failliet is. Meer info daarover straks. Gaan we even kijken wat dat is. Oh, hier is de ploeg. Dit was dus ooit een voetbalveld. Ooit. Ja, zeg. Al 6 jaar in de goal, hè. En ik laat geen enkele bal binnen. Sinds dat ze mij hebben gezet. En zijn we er klaar voor? Allemaal samen, hè? Nu jullie. Amai. In dit publiek zit nu echt geen leven. Ik trap het af. Ja, KWC Willebroek had grote plannen. Ze speelden op 4e provinciaal en ze zijn naar 3e doorgegaan en ze hadden nog grotere plannen. Zij wilden naar 2e of misschien wel 1e klasse gaan. Maar ja, dat is er jammer genoeg niet van gekomen. Ze hebben in 1984 dit enorme stadion gebouwd, maar de plannen kwamen er niet. Ze hebben wel eventjes Gilles de Bilde kunnen strikken. Toch een goed speler, maar zelf dat was niet genoeg om de club te redden en in 2011 kwam er dan toch een faillissement aan en ja, is het stadion vervallen tot wat het nu is. Jammer. Je moest al binnen zijn. Oké, we komen eraan.
Nu is het de vraag of we hier nog wel in kunnen. Hè. Ja, zo geraken we niet binnen. Jammer. We kunnen toch de business seats in. En hier hebben ze vurkenstook gedaan. Ja, de drankautomaat ziet er ook niet goed meer uit, hè. Chauffontein. En wat drinkt jij van mij? Dan mag een pintje zijn, meneer. Een pintje. Perfect. Celestine, mag je dan ook? Alles op. Ook interessant, hè? Dat waren douches. Ah, hoe moet ik hier nu een douche pakken? Zonder doucheknop. KVW. KVWM. De arbiter is niet thuis. Niemand eigenlijk. Met sterspeler Gilles de Bilde. En de keeper van Willebroek was destijds Mickey Mouse. Hier liggen nog zijn handschoenen. En erg belangrijk voor de club was de kantine. Of wat er van overblijft nu. Deze puinhoop was ooit
de plek waar de club leefde. Voor en na de match. Wat een mens hier moet doen voor een pint te krijgen. Hè. Ja, ik zal maar wachten tot ze komen. Hè. Dat is nu al een half uur, dat gaat er toch echt over. Hè. Ik zal ze zelf wel onttappen. De tweede goal. Zeer zeker de moeite. Nog minder potentie van een ploeg dan FC De Kampioenen, maar Stadion De Schalk is echt een aanrader. Tot een volgende keer.